Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 27 oktober. Er trekken buien over het land vandaag en in het westen van het land kunnen die buien ook gepaard gaan met hagel en onweer. In de lopende dag neemt de buienactiviteit wel af. Het wordt zo'n 7 tot 10 graden vanochtend bij een matige noordwestenwind en vanmiddag stijgt het kwik dan naar 10 tot 11 graden. De wind die draait dan geleidelijk aan naar het noorden tot noordoosten. Vanavond neemt de buienactiviteit in het binnenland af en klaart het sterk op. De temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 7 graden en er komt een matige Noordoostenwind te staan. In de kustprovincies kan nog wel een enkele bui vallen. Vannacht kan het dan in het oosten zelfs tot een graadje vorst komen. Morgen een kille dag. 6 tot 8 graden wordt het met de wolkenvelden en zon. Vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan ook de bewolking verder toe, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Maandag en dinsdag is het ook ronduit fris. Maandag wordt het hooguit 5 tot 7 graden. En dinsdag gaat er flink wat regen vallen. Vanaf woensdag wordt het rustiger en gaat ook de temperatuur weer omhoog. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zaterdag.